zit hier in het eeuwig leven zoals ze in Asten het kennen. Maar binnenkort het genot, Ingrid. Ja, dat klopt. We zijn vol spanning, maar we gaan beginnen. Dus ja. En wat mogen we verwachten, Fabian, van het genot? Van het genot mag je vooral heel veel Bourgondische dingen verwachten. Dus dat wil zeggen aan het restaurantgedeelte de genotjesdiner. Dat wil zeggen de hele avond lekker tafelen op je gemakje. Iedere gang één gerechtje van 5 tot 10. En je mag zoveel eten als je wil en kan. En dan hebben we het cafégedeelte. Daar is ook alles Bourgondisch. Het begint met een heerlijke Bourgondische lunch. Daarna hebben we lekker cocktails. We hebben bieren, noem maar op, borrelplanken. Dus van vroeg tot laat kun je hier terecht. Ja. Ja, dat noemen ze dan het genieten, dus vandaar het genot, zullen we maar zeggen. Hè? Ja, dat klopt. Maar we zijn natuurlijk ook wel heel nieuwsgierig wie jullie zijn. Kun je een beetje over jezelf vertellen, Ingrid? Nou, ik ben Ingrid, Chambon Aldersee. Ik kom uit Deurne, ik ben 31 jaar oud. Ik heb wat bijbaantjes gehad in horeca en ik ben opgeleid als coach. En ik heb vooral in de welzijnssector gewerkt. En daar hebben we elkaar leren kennen, dus op het werk. Dat klikte heel goed en we waren echt een topteam ook als collega's. En toen kriebelde het eigenlijk al jaren geleden om samen iets voor elkaar te krijgen samen. Zodat we gewoon meer samen konden zijn en er voor de kinderen konden zijn. En dit plaatje valt echt perfect in elkaar. Perfect. Dus, het klinkt bijna een droomverhaal, Fabian. Wie ben jij? Kom je ook uit de horeca? Vind ik ook wel heel spannend. Ja, ik ben Fabian Chambon. Ik ben 48. Ik ben geboren in Gelderop en ik kom echt uit de horeca. Vanaf mijn 16e zit ik in de horeca. Ik heb een uitstapje gedaan met de vleeskeuring en daarna heb ik het restaurant gewerkt in Savant Zonnehoven. Dus dat is ook een stukje horeca. Ja. Dus voor het grootste gedeelte alleen maar in de horeca gewerkt. En eindelijk kunnen we onze droom waarmaken. Het is echt voor jullie een droom die uitkomt? Ja, klopt. Ja. Gewoon, en we weten, we moeten hard werken en hebben er allemaal voor over. Maar gewoon het samen zijn en dit neer kunnen zetten en hopelijk heel veel mensen blij maken. Dat is ook nog heel... Ja, je welzijnshart blijft kloppen, zullen we maar zeggen. Zeker. Ja. En jullie hebben speciaal ook voor dit concept gekozen, Fabian. Waar je zegt, we gaan een genotjesdiner doen. Daar is ook over nagedacht, neem ik aan. Ja, dat klopt. Er is zeker over nagedacht. We hebben collega's in Helmond, die hebben een soortgelijk concept. En daar zijn wij vaste gast. En daar zijn we op door gaan borduren. En dan met dit pand erbij en het café, de Grand Café erbij. Ja, dan kunnen we het verhaal compleet maken. Hey Fabian, jullie hebben bewust het Italiaanse karakter losgelaten. Maar jij bent wel de kok die dadelijk het nieuwe recept gaat maken. Ja, dat klopt. We gaan het volledig anders doen. Er staan wel op de kaart, er staan ook Italiaanse gerechten. Maar er staan ook gerechten uit Amerika. Alle gerechten van heel de wereld staan op deze kaart. Ja. Jullie hebben al mogen proefdraaien. Het was een proefavond, of hoe noem je het? Ja, het is inderdaad een proefavond voor vrienden en familie. Ongeveer 30 personen hebben hier gegeten. Van de menukaart. Hebben ze van allerlei dingen gekozen. Geproefd en hebben allemaal tips en tops opgeschreven. Dus daar kunnen we wel wat mee. Ja. En wat was nou de beste tip? Nou, de beste tip die kwam eigenlijk uit de keuken zelf. We hadden wat gerechten die nogal bewerkelijk waren. Dus die laten we maar weg. Want dat gaf een hoop stress. Ja, je probeert zo stressloos als kok te fungeren, zeg maar. Ja, je merkt het gewoon. Als je gewoon minder stress hebt in de keuken, kun je betere gerechten neerzetten die gewoon veel lekkerder en mooier zijn. Ja. En wat is nou jouw favoriet? Mijn favoriet is denk ik wel een voorgerechtje en is met tartaar. Okay. Zit op een gekarameliseerd bladerdeegje. Heerlijk. Nou, het water loopt me nu al in de mond. Heb je nog veel moeten verbouwen om het een beetje eigen te moeten maken? We hebben in de keuken een aantal dingen echt wel weggehaald. Er stond de pizza oven natuurlijk, ja, Italiaan. Ja. Dus dat hebben we allemaal weggehaald. We hebben andere werkbanken neergezet en we hebben het een beetje zo gemaakt zodat wij er vooruit konden met ons diner. En het interieur hier? Het interieur hier is eigenlijk meer hetzelfde gebleven. Er zijn wat schilderijtjes en wat andere dingen aangepast. En de hoezen zijn iets anders. We hebben nu alleen maar witte hoezen en eerst was het ook met rood erbij. Dus we hebben het iets lichter gemaakt. Ja, oké. Okay. Nou, voor de nieuwsgierigen onder ons. Nou, iedereen weet waar jullie zitten. Zo is het. Nu hebben jullie helemaal geen betrokkenheid met Asten. Zie je dat als uitdaging? Ja, het is wel een uitdaging. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, wij wonen hier nu een maand boven. En wij voelen ons eigenlijk wel heel erg thuis. Als je de buurt en de mensen hier, ze spreken je aan, ze wensen je succes. Het is echt, we zijn in een warm bad terechtgekomen. Ja. Ja, dat is eigenlijk wel mooi. Want inderdaad, als je het Assense niet kent, blijft een dorp. Nou ja, we hebben wel bewust gekozen voor een dorp. Dus we hebben ook wel op andere plekken gekeken. Maar gewoon een dorp, de gemoedelijke, de juiste knussen.
daar waren we echt wel naar op zoek. Dus wat dat betreft zijn we echt wel heel blij met Ast. Lekker in de buurt en toch gewoon... En het voelt hier echt als vakantie. Op de een of andere manier heb ik het echt alsof gewoon... Ja. Dat we allemaal hier, omdat iedereen zo gemoedelijk is. En dat is vaak als je op vakantie ergens naartoe gaat, is dat ook. Daar kom je Nederlanders tegen, die zijn ook allemaal gemoedelijk. En dan heb ik hier, dat warme gevoel heb ik hier ook. Dus wat Fabian zegt, dat warm bad. Ja, dat klopt echt. Ja. Nou, als ze daar. Superleuk om te horen. Ik hoop ook dat je dit gevoel heel lang vast kan blijven houden. Wat wij natuurlijk als Assenaar heel fijn vinden. Iedereen was verdrietig toen het dicht ging. Het is Italiaan, maar nu komt er iets anders voor in de plaats. Ik denk dat we het gewoon moeten gaan ontdekken of we hier heel echt kunnen genieten. Ja, dat lijkt me vooral een heel goed idee. Ja. Het is vooral het Bourgondische en het lekker voor iedereen, het lekker thuis zijn, thuis voelen hier zijn. Dus dat je gewoon lekker binnenkomt en gewoon de hele avond of middag lekker kunt blijven zitten. Borreltje, drankje, kopje koffie, kopje thee. Lekker genieten. Ik kan alleen maar zeggen, heel veel succes. 18 september is de grote dag. Jullie hebben al een site waar mensen op kunnen kijken? Ja, we hebben een site en deze week hopen we dat die echt helemaal af en in de lucht is. De menukaarten, daar wordt laatste dingetjes aan gedaan. Dus als het goed is, komt deze week alles erop. Nou, mag je nou even zeggen welke site het is? www.hetgenotaste.nl. Dankjewel en heel veel succes. Fijn dat jullie in Assen terechtgekomen zijn. Dankjewel. Super, dankjewel.